Welkom weer bij een nieuwe video en welkom bij de allereerste Backstage Talk. Een serie die ik vanaf nu eigenlijk wil gaan beginnen, die ingaat op het verhaal achter de schermen. Aangezien het niet altijd mogelijk is om een videocamera mee te nemen en een complete vlog ervan te maken, hoe iets eraan toe gaat, wil ik eigenlijk in deze serie juist het verhaal achter bepaalde video- of fotoreportages delen, zodat jullie inzicht krijgen in wat voor apparatuur ik gebruik, wat mijn scenario op dat moment was, wat ik dacht, hoe ik handelde, helemaal vanaf het begin tot de daadwerkelijke nabewerking. Het aanleveren naar de klant en misschien zelfs wel, net zoals nu, het daadwerkelijke eindproduct. Een 10 pagina's reportage voor Autovisie Magazine met de McLaren 720S. En als je verhaal dan openslaat op pagina 40, dan openen ze met deze spread. En daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee. Hoe die gemaakt is, dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Het is dus een verhaal van Dries van der Elsen, redacteur van Autovisie. En die benaderde mij met, joh, ik wil een verhaal maken met die McLaren in Duitsland. We hadden dus 48 uur de tijd. Het uiterste puntje van onze reis was Berlijn. Dan denk je, nou, dat is niet heel spannend. Het is maar 600 kilometer. Dat klopt. Alleen, op het moment dat je 8 uur 's morgens vertrekt en je zou in 1 stuk doorrijden, dan ben je er om 2 uur 's middags. Heel goed, knap gerekend. Dat betekent dat je ongeveer nog 2 uur speling hebt voor lunch, tanken en dus ook fotograferen voordat het licht uit is. En op die manier kom ik dan eigenlijk ook tot mijn plan om te kijken van oké, wat wil ik meenemen? Maar ook gelijktijdig, wat kan ik meenemen? Omdat het dus een supercar is, heb je heel weinig bagageruimte. We zijn met 2 personen, geen assistentie of andere auto's om eventueel nog andere spullen mee te nemen. Dus kan ik op basis daarvan mijn tas inpakken en bedenken van oké, wat heb ik nodig om zo'n verhaal te vertellen? Wat hebben we nodig voor deze klus? Nou, dit dus. Even aanschuiven. De Canon 5D Mark IV. De Canon 70-200, de 2470 en uiteraard de 1635 F4 IS. Volgens mij ook wel de meest gebruikte trio die er bestaat op de fotografiemarkt. Simpelweg omdat je vanaf 16 mm in één keer helemaal door kan pakken naar 200 mm. En omdat je dus weinig ruimte hebt en weinig tijd, is dit natuurlijk ideaal omdat je dan gewoon in kan zoomen en op die manier je shot kan pakken in plaats van met primes te werken en moeilijk te doen over waar de auto is of waar jij zelf staat. Het enige wat hier letterlijk is bijgekomen is mijn toilettas en een onderbroek voor de volgende dag. En that's it. Nou, niet één dingetje dan nog. Eén dingetje. Dit is echt het allerlaatste wat meeging in de tas. Een Manfrotto zuignap samen met een Manfrotto Magic Arm. Die kan je dus op elke mogelijke manier kan die verstellen en dus vastmaken aan de auto door middel van die zuignap. Ik heb nog een klein backstage filmpje hier zo. Toen die McLaren wegreed met dit op de motorkap en op die manier dus die spread heeft gemaakt. Het draait niet om de snelheid van de auto. Het draait erom dat de foto illusie wekt van snelheid. Dus uiteindelijk rijdt die auto nog geen 30 km per uur. En door gebruik van een lage sluitertijd en omdat de camera dus vast zit aan de auto, blijft het standpunt altijd hetzelfde, heeft die stabiliteit en daardoor wordt de omgeving automatisch wat waziger. Ik geloof dat ik een 15e of een 30e van de sluitertijd heb gebruikt en op die manier, op het moment dat die jou gewoon heel rustig rijdt en een langzame sluitertijd gebruikt, denk je dat die op de foto waanzinnig hard rijdt. En als we Lightroom er even bij gaan pakken en ja, dit is een ander verhaal, daar kom ik later nog wel een keer op terug, dan zien we dat ik in totaal over die 48 uur 1678 foto's heb gemaakt. En daarvan heb ik er 129 geselecteerd en bewerkt en dus ook opgeleverd. En als we even gaan tellen, dan 1, 2, 3, 24, zijn er totaal 24 beelden gebruikt. Dus van de 129 zijn er 24 gebruikt. Dat komt omdat ik lever altijd natuurlijk een bredere selectie aan, omdat het simpelweg anders kan lopen in de vormgeving. Je moet bijvoorbeeld ook rekening houden met de rug van een tijdschrift. Op het moment dat iets heel mooi geschoten is, maar het komt niet uit vanwege die vouwlijn, ja, dan kan die bijvoorbeeld niet paginabreed gebruikt worden. Nou, zo zijn er nog wel wat redenen waarom je meerdere beelden
moet kiezen en aanleveren, zodat zo'n magazine daar rekening mee kan houden in de opmaak. Om nog heel even door te gaan op die zuignap en die Magic Arm combinatie, had ik nog één ander shot waar ik heel blij mee was. En daar zit hij op het dak van die McLaren en kijkt hij gewoon simpelweg naar achter. Wederom rijdt hij niet harder dan 30 km per uur. Mijn sluitertijd is 1/15 van een seconde en gewoon door gebruik van de timelapse functie op die 5D maakt hij elke 2-3 seconden maakt hij één foto die dus met een 1/15 van een seconde is belicht en daardoor krijg je in één keer zo'n tunnelvisie waardoor die ja echt het illusie wekt dat die auto heel erg hard gaat. Mocht je nieuw zijn bij autofotografie of landschapsfotografie, dan kan ik je van harte aanraden om een keertje een polarisatiefilter te kopen. Daarmee draai je een filter op de lens waarmee je zelf kan bepalen welke reflectie je weghaalt of juist wil laten zien. In dit geval kan je bijvoorbeeld de reflecties van het wegdek en dus ook de reflectie van de achteruit van die McLaren weghalen, waardoor die in één keer veel interessanter wordt. Ik heb hier een foto zonder het gebruik van het polarisatiefilter en ik heb hier eentje met. En je ziet dat die reflecties in het wegdek in één keer helemaal weg zijn, maar ook de reflecties in de achteruit, waardoor het zwart veel dieper zwart wordt en in één keer veel interessanter beeld oplevert. Al deze foto's zijn trouwens bewerkt met de Preset Gallery Fall Vibes Preset Pack. Een hele mond vol. Ik ga er in deze video niet te veel mee lastig vallen, maar mocht je geïnteresseerd zijn, de link staat in de beschrijving, inclusief een kleine kortingscode. En het belangrijkste voor mij voor het maken van zo'n reportage is natuurlijk het ondersteunen van het verhaal van de redacteur, maar dan in beeld. En dat doe je natuurlijk in verschillende composities en het gebruik van je verschillende lenzen. Je hoeft bijvoorbeeld niet per se een groothoeklens te gebruiken om een wijd beeld te vertellen. Als we bijvoorbeeld dit beeld nemen, dat is geschoten met de 70-200 op 150 mm. En toen we daar reden, had ik zoiets van, oh, die omgeving vind ik nu zo waanzinnig gaaf. Mooie kleuren, mooie herfstkleuren, die toevallig nog eens een keer de McLaren kleur versterken, omdat ze tegenover elkaar staan in het spectrum, blauw en oranje. Maar omdat ik heel ver weg zit en dat er heel veel diepte is, kan ik met een telelens het beeld weer samendrukken. Ik zit hier op 150 mm en dan rijdt de McLaren nog geen 50 km op en neer. Ik stuur hem letterlijk gewoon even een keer naar het einde van de weg. Ik laat hem daar draaien en ik laat hem terug omhoog komen. Rustig 50 km per uur. Mocht er een tegenligger komen, we hebben portofoons en dan zeg ik van joh, let op, er komt een tegenligger aan. Maar voor de rest, hoe langzamer hij rijdt, des te meer shots ik kan pakken en waardoor ik ook meer variatie kan maken in mijn uitsnedes. En hoeven we waarschijnlijk maar 1 of 2 runs te doen voordat we weer doorgaan. En die variaties kan je natuurlijk ook op verschillende manieren vertellen. Denk bijvoorbeeld aan de kleine carbon details van die McLaren. Of juist de hele wijdse beelden waarop je kan laten zien waar je bent. Neem bijvoorbeeld dit beeld. Die hebben we de volgende ochtend geschoten. Letterlijk op het moment dat we net wakker waren. We hadden niet eens ontbeten. We keken naar buiten en we konden op het balkon van het hotel staan. En dat stukje autobaan was ook nog eens een keer heel erg legendarisch. Omdat daar aan de rechterkant een oude tribune stond die er in de jaren 40 ook stond. En dus heb ik gelijk gezegd, oké, Dries, stap de auto in, rij een rondje en zorg dat je daar in het midden op de rijbaan terechtkomt. Ik ga hier op het balkon staan, wederom 70-200 erop, 145 mm. Je mag daar 80, wederom, hij reed 50. En voor hem is de timing vooral heel erg belangrijk, omdat hij in instantie zo ver weg is, hebben we geen contact meer via de walkie-talkie. Moet hij op het moment dat hij zelf aankomt zien of er geen verkeer achter hem zit en het liefst dus ook geen verkeer voor hem, zodat hij echt puur in zijn isolement gefotografeerd kan worden op die weg. Het draait net tenslotte om die McLaren en niet om die andere weggebruikers. Omdat het ook nog eens een keer de volgende ochtend was en knijtervroeg was, was het gelukkig ook nog heel erg rustig. Het regende echt als een malle. Ik stond gelukkig droog, maar het voordeel weer van die regen is natuurlijk dat je hele mooie reflecties krijgt op dat wegdek, waardoor die lichtstrepen van die koplampen juist weer lekker lang doorlopen. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat je het interessant vond. Mocht je andere dingen willen weten, laat het gerust even weten in de comments. Ik denk dat we deze ook gewoon even naar een van jullie moeten opsturen. Laat vooral even in de reactie weten waarom jij die zou willen winnen. En dan zorg ik in ieder geval dat die voor de kerstdagen bij jou in de bus ligt. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video.